Yo 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 mensen, welkom weer bij een nieuwe video van Dutch Pyro Games. Een commentary, lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ook lang geleden dat ik Warface heb gespeeld. Maar nee, daar hebben we het allemaal nog niet over. Want eerst wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Want het is 2016, het is 2 januari. En we beginnen weer helemaal overnieuw bij de eerste maand van het jaar. Geweldig. Nee, we gaan nu lekker Warface spelen. Ik ga op snipe, denk ik. Nee, ik ga op rifle, man. Nee, op snipe. Ja, ik ga op sniper. Ja, dat vind ik moet altijd kiezen tussen sniper en rifleman. Want medic en engineer speel ik eigenlijk niet op. Heel soms op medic, maar eigenlijk niet. Dat kan ik niet. Dus daar vind ik niks aan. Maar we gaan dus even lekker op sniper. Een co-opje spelen. Ik speel deze game. Nou, is nu en dan gewoon. Sowieso wel 2 keer per week. Gewoon even als ik me verveel. Maar ik speel nooit meer dan 2-3 potjes. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel een leuke game. Maar deze co-op serie, die ga ik zeg maar... Want co-op, dat is eigenlijk gewoon tegen de computer, dus eigenlijk niks aan. Dus dat ga ik dus... Deze serie ga ik... Dit is aflevering 4 volgens mij. En die ga ik tot en met 5 doen. Dus na aflevering 5, dan is het gewoon het eind van de serie. Van co-op commentaar. Maar er komt nog wel Warface natuurlijk. Maar dan eerst een tijd, de hele tijd komt er geen Warface, denk ik. En als het dan weer komt, dan wordt het in ieder geval multiplayer. Maar dat zien we dan allemaal wel. Want ik wil in ieder geval de Sniper Elite 3 campaign ook weer terug gaan brengen. En natuurlijk blijven de Minecraft video's komen. En misschien nog meer, maar dan moet ik nog even naar kijken dan. Dus dat zien we dan allemaal wel weer, joh. We gaan in ieder geval nu lekker Warface spelen. Dus hij is even aan het laden. Duurt altijd zo lang. Maar het is wel sinds de laatste, echt na de laatste grote update, vind ik wel dat het laden sneller is geworden. Tenminste, dat is bij mij. Ik weet niet hoe dat bij de mensen die kijken, die ook Warface spelen, zit. Dat is een hele ingewikkelde zin, maar oké. Okay. We gaan beginnen. Ik wil deze game op medium graphics. Hard kan niet, ja, hard, wat? High kan dit niet aan. En low, dat vind ik wel. Dus ja. Ik heb wel eens high geprobeerd, want het is natuurlijk wel veel mooier. Maar, kom je echt niet aan, joh. Waarom doe ik dat niet? Smart. Ik heb wel een... Een tijdje geleden heb ik wat dingetjes gekocht met echt geld, zeg maar. Dan heb ik wel one shot kill sniper, zeg maar. En ook op Rifleman wel leuke dingen. Maar dat deed ik zo echt heel slecht. Dat had ik wel moeten hebben, joh. Ach ja. Ik krijg vast nog een nieuwe kans. Dat is al dood. Dat deed hij lekker. Het is maar ik een pittig goed team. Dus het gaat nog een uitdaging worden om kills te krijgen. Oh, ik ben slecht bezig. Oké, nou gaat beter. 4, one shot, one kill. Sniper, zo fijn, hè. Zo fijn. Dat is echt het beste wat er is. One shot, one kill, sniper. Dat vind ik echt zo fijn, want sniper vind ik wel vet. Als je dan one shot, one kill, sniper hebt, dan is het... Ja, ik weet niet, dat geeft gewoon goed gevoel. Sorry, bam, en dan bam. Zo door, zeg maar. Dat vind ik gewoon echt vet. Dus ja... Warface, lang geleden. Checkpoint reached. All expendables restored. Checkpoint. Die is dood. Oké, kan ik hier overheen? Yes. Oh, anders moet ik dat hele eind weer omlopen. Dat scheelt gelukkig. Hey. Hij leeft nog. Dat mag niet, hè. Sniper tijd. Ja, het is hier zo close combat. Kun je niet echt goed sniperen. Straks al denk ik. Ja, hier moeten we wel kunnen sniperen. Dus heb je ook met 1 schot 2 mensen dood. Dat is heel fijn. Het is best wel vet met deze sniper. Dit is echt een beest van een sniper. Heel fijn ook. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke sniper. Dus dat kan ik zo ook niet zien. Oh wacht, het staat hieronder. Dit is de R107. Wat me tot een tijdje geleden niet was opgevallen was dat er heel veel maps zijn die je dan bij sommige missies de andere kant op speelt, zeg maar, van achter naar voren. Dat is wel grappig. Shit. Je moet dat rugzakje schieten. Kijk op. Oh, dat ging makkelijk. Ik ben gewoon een goed team. Ik sta tweede, dat is wel lekker.
Er staat iemand. Kom maar met je hoofd. Kom maar. Bah. Sowieso zit hij er nog. Hey. Nou mooi. Zijn we daar ook weer vanaf. Even kijken hierheen, want ik loop nu ondertussen helemaal achter op mijn team. Jongen. Moet hier nou serieus door het vuur heen? Dat haat ik zo erg. Shit. Dan loop ik allemaal kills mis. Oké, dat was echt heel slecht. Dat had beter gekund. Rennen. Inhalen, ik wil ook kills. Nou, ik vroeg ook ergens op. Waarom ging ik snijden? Wel. Oké. Okay. Mooi, even reloaden. Dan gaan we hierin. Ik weet niet of hij nou al afgelopen is. Het is wel een normal missie, dus ze zijn niet zo heel erg lang. Ja, er is nog een plaatje. Vind ik wel leuk. Anders was hij wel heel erg kort natuurlijk. We zijn nu ongeveer 10 minuutjes denk ik aan die poort. Ik weet het uit mijn hoofd. Ik kan het nergens zien. Dus het nadeel aan friends. Nou ja. Eens even kijken. Mannetjes. Ik zal het heel pistooltje aan. Wat die helikopter schieten zat zo hier nog. Ga nou even weg dan. Ah, ik wacht wel gewoon joh. Oh ja. Oh, deze heb ik al eens eerder gedaan deze missie. Heel lang geleden. En de eerste missie is toen Parfix gedood. Weg jij man. Zo. Hij rennen er bijna, dat zijn we raam staan man. Dat is mijn uitzicht verpesten. Eigenlijk niet aardig. Oké. Okay. Ga hier naar boven. Hier is een mech. Alweer. Nog serieus twee mechs hè. Ja. Ah, dat slaat ik nergens op. Ik moet het maar zoeken. Goed. Ah, dat slaat nergens op. Ze vallen altijd de verkeerde kant op. Wat zegt hier dan? Dan kan ik ze nooit killen. Ik zit daar een snipertje een beetje achter. Ik ga naar beneden, misschien zo niet precies. Kills halen. Hoi me echt. Nou omvallen. Ah, had hem echt bijna. Ik nog een keer. Bam. Dat was lelijk. Ik hit hem niet eens. Ik moet natuurlijk op die cockpit hier aan schieten. Kom dan, weg. De granaten gooien heeft ook geen zin. Ik ga niet aan beginnen. Ik wil ook een bazoek. Ik moet ook even zo'n RPG. Ruim. Nee? Ja, joh. Zag. Shit! Boom. Die was raak gewoon in aan wachten en dan wil ik hem. Shit! Nazi. Ga hem, hè? Met die stomme shot. Vind ik niet leuk. Ja, we gaan hierheen. Oh, nou is het wel het einde van de missie, denk ik, eigenlijk. Ik weet niet dat er nou nog een locatie komt. Nou zijn er wel wat mannetjes. Kan ik mooi neersnipen. Als het goed is, tenminste. 21 mannetjes. Wat tegen me van de Blackwood team. We zijn ook zo slecht. Ja. Nog geen mannetjes. Dan gaan we wel gewoon weg. Ik denk dat het eind van de missie was. Ja, dit is het eind van de missie. Ja, dit was dus episode 4 van Warfare Scope. Komt daar de ene laatste aflevering van deze serie. De nieuwe aflevering, geen idee wanneer die komt. Kan over volgende week zijn, kan morgen zijn. Over 10 minuten zijn, nee. Het kan over een maand zijn, kan ook over een jaar zijn. Dat zien we dan weer, joh. Boeien. Ik ga niet foto, want ik ga nu ook stoppen. Dus ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Hebben jullie dat gedaan? Dan kun je even een like achterlaten. Zou ik heel fijn vinden. En wil je nou meer zien, dan kun je even abonneren natuurlijk. Vind ik ook heel fijn. En als je wat te zeggen hebt, dan reageer het maar. Dan zal ik dat even lezen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.